En hey! Hallo! Oké, knip! Nee joh. Hallo iedereen! Lindsay, ben jij? Hallo iedereen! Hallo allemaal! Hallo allemaal! Nee joh. Hallo iedereen! Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar een El Magnifique show. Ik kan het nooit uitspreken, dat spreek ik altijd uit. El Magnifique. El Magnifique. Ik ga vandaag jullie meenemen. We gaan vandaag daar naartoe, maar eerst gaan we eten, want ja, ik heb date met haar, net als altijd. Dan gaan we altijd eten. Wie is haar? Alsof ze mij kunnen zien. Anonieme Sammer! Dus ja, waar gaan we eten, Sammer? Urika! Lekker. En ja, vandaag hebben we 4 shows, toch? Als het goed is. Volgens mij wel, ja. Ja, zoiets. En er zijn nog heel veel meer dingen. En we gaan naar de Koning, naar de nieuwe zaal. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Oké, we zijn nu aangekomen bij Urika. Nu gaan we eten. Wat heb ik besteld? Kip tagine. En ja, ze moet gewoon filmen. Het moet gewoon. Altijd. Het is hier echt een mooie plek, kijk. Het is in Den Haag. Hollands Spoor, toch? Ja, Den Haag Hollands Spoor. Hier kun je echt lekker eten, dat zegt Sammer. Dus we gaan het lekker proeven. En we gaan het zien. Ik heb dus altijd ginger. Mensen die mij kennen, weten dat ik dit altijd bestel. Altijd. Die munt en citroen moet gewoon. En zij altijd met droog. Is er appelsap? Nee. Niet altijd. Oh, is haram. Jij drinkt alcohol. Is alcohol. Mag niet. Echt niet goed. Mag niet, hè? Oké, zo meteen komt ons eten en dan gaan we eten. Maar nog wat. Kijk, weet je wat de grap is? We hebben een pakje geld. We hebben het tot kort voor 5 gedaan. Terwijl we eigenlijk 5 uur in Amsterdam moeten zijn. Nou, en eten gaat voor jou. We love food. Dit is echt geen sponsoring, maar als jullie willen sponsoren, mag het. Dit is mijn hoofd. Hoi. Ik ben zo kapot. Ja, man. Maar ja. We gaan zo eten. Zo meteen krijgen we zo graag. Dus ik laat jullie zo zien. Oké, onze eten is gekomen. Zij heeft een couscous. Toch? Ja. Je hebt couscous met kip, toch? Met kip. Couscous. Couscous. Ja. Sukso. Zeg eens sukso. Huh? Sukso. Wacht. Wat zijn je? Sukso. Sukso, wat is dat? Sukso, zo noemen ze couscous in Marokko. Sukso. Sukso, dat klinkt kapot. En ik heb kip tagine, zoals jullie zien. En we hebben ook aardappelsalade. Oh mijn god. Het ruikt kapot lekker. Maar wij gaan nu lekker eten. Zij doen. Ik moet hier brood eten. Hè? Met brood. Ze gaat me uitlachen. Oké, mensen. Sammer gaat mij leren hoe je een tagine eet. Vertel, stap 1. Je pakt een stuk brood. Ja, brood. Je dipt hem in je saus. Ja. Daarna pak je een stukje kip. Zo. Ik kan dat nooit, hè? Dat is te warm. Stukje kip. En ja. Daarbij doe je nog een beetje friet. Zo. En die ga je gelijk eten. Alles. Hij is wel eten. Hier, dit is voor jou. Oh ja, man. Maar door dit word je dik. Dat is lekker. Hè? Ik eet geen brood, toch? Eet je helemaal geen brood? Nee, ik verminder het, zeg maar. Je moet het eten doen. Je moet het doen. Je moet het. Ik moet dik worden. Maar ja, eet smakelijk. Ja. Oké, dames en heren. Ik ga vandaag voor je testen. Ja toch, je kan het niet, hè? Oké, bismillah, andere. Bismillah. Het lukt wel. Bijna. Zo, en dan moet je 1 glas. Dit is voor jou. Dankjewel. En dit is voor mij. En dan zeggen we psaha. Een leid ksaha. En ja hoor, we zijn bij de koning! Oké, we zijn nu aangekomen. En het is
wilt ze helaas niet doen. Maar ik zeg wel assalamu alaikum. Mijn naam is Sana. Ik ben een ontzettend geëerd om vanavond naast deze mooie man deze avond te mogen presenteren. Is toch een mooie man of niet? Yasmin Ala-Eddin. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الليله الخاصه بالقفطان المغربي من تنظيم المانيفيك. De eerste grote show van Almanifiek. Het hele team heeft ontzettend hard gewerkt deze periode aan, ik kan het maar niet meer noemen, de mooiste jurken volgens mij. Niet alleen van Nederland, van België, van Europa, ik durf bijna te zeggen, zelfs Marokko. Ze doen alles helemaal zelf. De eerste grote show hier in Amsterdam, in deze prachtige zaal. Ik wil u ontzettend bedanken voor het komen. Ik wil Rassi natuurlijk uiteraard bedanken. Mag ik nog even een applausje voor het harde werk sowieso. Deze avond zal gesplitst worden in 4 gedeeltes, oftewel 4 shows. Maar het is niet zomaar een fashion show. Het is namelijk een show met een uitleg. Dus niet alleen maar ik maak een mooie jurk. En ik zie zelfs mannen in de zaal. En daar zie ik al een enthousiaste man. Dat vind ik leuk. Welkom, merhaba. Deze show vanavond wordt in 4 gedeeltes, wat ik zei. En de uitleg is met name ontzettend emotioneel. Het gaat om emoties. Een van de show bijvoorbeeld is fashion kleding, fashion white, een prêt-à-porter show. En een Ziana show. Rassi wordt helemaal gek, die heeft geen idee waar we komen. Kan Rassi de slag? En die vult
Sluit ik de vlog weer voor vandaag. Ik was gisteren vergeten om de vlog te sluiten. Want misschien gaan jullie het ook wel merken. Mijn batterij was leeg van mijn camera. Dus ik kon niet alles weer filmen. Zoals Najat nog wat. De artiest die kwam. Dus ja, het was echt een super gave show. Zij is echt een voorbeeld voor echt vrouwen die hun dromen willen namaken. En dat kan je ook echt bij haar zien. Haar jurken waren ook echt super mooi, prachtig. Echt topwerk. Ook Emmanie heel erg bedankt. Mo, je weet zelf. Lekker gegeten ook daar zo. En ja, het was echt super leuk. Dus ja, ik heb echt geen woorden. Echt super tof. Mashallah, mogen Allah haar meer dingen gunnen. Echt, ze is zo ver gekomen en dat zag je ook. Ze is echt een topvrouw. Dus ja, dat is eigenlijk waar ik wilde vlog afsluiten. Dus doei!